Hey, in deze tip of the week gaan we een magische button bouwen in Adobe XD. Magische button, wat bedoel ik daarmee? Een button, als we de tekst aanpassen, dat die netjes mee groeit in alle richtingen. En dit is maar een klein opstapje eigenlijk dat we hier maken naar nog een boel andere dingen dat je daarmee kunt doen. Maar eerst gaan we de basics een keer gaan bekijken. Ik ga een button maken, dus ik begin met eigenlijk een rechthoekig vlak te gaan tekenen. Hop, en ik ga dat lichtjes afgeronde hoeken geven. Ik ga er ook een vulkleurtje aan geven en de border die mag wit zijn. Dat zien we natuurlijk niet op deze achtergrond. Dus ik ga daar eventjes een andere achtergrond achter steken. Hopelijk doet dat niet te veel pijn aan jullie ogen. Goed, dus ik heb hier mijn shape. Ik neem dan het tekstgereedschap, want op onze button mag er natuurlijk ook tekst staan. En ik ga dat gewoon heel droogweg button tekst noemen. Ik ga die ook nog een kleurtje geven. Prima. Hop. En dan nog een beetje uitlijnen ten opzichte van de button. Ik ga die zo visueel een beetje aanpassen aan de grootte hiervan. Alright, dat ziet er goed uit. Daar ben ik heel tevreden mee. Nu, ik had beloofd dat we een magische button gingen maken. En hier komt de magie, dus heel goed opletten nu. Ik ga die twee elementen samen selecteren, tekst en dat achtergrondvlakje. En ik ga die groeperen. Groeperen, dat doe je gewoon met commando of ctrl G en dan maakt hij daar een groep van. Nu, de reden waarom dat ik dat ga groeperen, is omdat we dan hier de padding functie kunnen inschakelen. En ik zet die op en we zien hier onmiddellijk dat hij eigenlijk een aantal waarden heeft opgeslagen. Dus ik zie hier 32, 55. Als ik in die values ga klikken, kijk dan ook naar het object hier. Ik ga een beetje inzoomen, zodat dat duidelijker is. Dus als ik mijn cursor hier in die values zet, dan zie je dat dat eigenlijk die afstanden zijn aan de kant. En ik ga dan nu een beetje afronden naar hop, 30, 50, 30, 50. Boom, gedaan. Allemaal heel leuk, Michael. Maar wat doet dan nu eigenlijk die padding? Wel, ik ga nu een kopietje maken van die button. En natuurlijk moet daar niet altijd button tekst op staan. Dus ik ga die tekst eventjes gaan vervangen en ik ga zeggen, klik hier. En je ziet al meteen de magie in actie bij het hertypen van die tekst. Wordt namelijk de grootte van de hele button aangepast. En als je me niet gelooft, dan geloof je me nu. Zelfs als we naar een tweede regel gaan, tweede regel, dan ga je zien dat die gewoon het vlak ook naar onder toe laat groeien. Zo, de padding optie in Adobe XD, super handige feature. Als je er nog zo wilt ontdekken, kijk zeker uit naar mijn volgende video. Ciao!